Nou, voor de mensen die me niet kennen, ik ben Bas Hengelen. We hebben een melkveebedrijf in Grashoek en van daaruit is KI Samen ontstaan. De mensen die me wel kennen, die weten wel ongeveer waar het over gaat. Dus we hebben als KI Samen altijd getracht koeien te fokken die melk geven. En niet zoals het in het verleden was, een indexfokkerij, dus waar je op de duur geen koe mee overhoudt. De Kienenwagen die zorgt voor structuur in het voer. En wat ik ook al eerder zei, voer is melk. En dan gaat het om de kwaliteit van het voer. En ik denk dus ook dat dat erg belangrijk is voor op de bedrijven je koeien goed te kunnen managen. En dat dat ook bijdraagt, zoals wij als KI Samen altijd voorstaan, dus dat je de koeien goed in balans moet hebben, dus dat de bouw van de koe goed is, dat de benen goed zijn. En dat kun je het makkelijkste tot in stand houden door ook te zorgen dat je een goed rantsoen hebt, een goed mengsel hebt dus van voer, waar de structuur bewaard blijft. Dus, want de pens van de koe heeft dus die prikkelingen nodig en als je dus met voerwagens gaat werken waar een frees in zit, dan heb je ook direct te maken dus met, zoals wij dat noemen, varkensvoer. En daar kan een koe geen melk van geven. Dit is een klein beetje dus ook om toch wat duidelijk te maken. Dus hoe dat het met de Kienenvoerwagen gesteld is. Voor mij nog altijd de nummer 1. En ik zie op afstand misschien wel wat wagens dus die wat dichterbij komen. Maar de meesten maken meer varkensvoer dan koeienvoer. Goedemorgen.